Hij begon en eindigde zijn professionele voetbalbestaan bij PSV, Patrick Pauwe. Maar tegenwoordig komt hij alleen nog in aanraking met een grasmat als hij een tuintje aanlegt. De oud-prof en jeugdtrainer heeft het betaalde voetbal namelijk vaarwel gezegd en is nu hovenier in Eindhoven. Bakje koffie allemaal? Ik hou van buitenwerken sowieso. Dat heb ik natuurlijk altijd ook wel gedaan, maar ik heb van mijn andere hobby ook een beetje mijn werk gemaakt. Ja. Hij won een Europese beker, speelde in het Nederlands elftal, werd landskampioen en trapte een bal bij buitenlandse voetbalclubs. Toch heeft Patrick Pauwe nu meer met planten dan met voetbal. Dit zijn beuken, hè? Ja, dat is de Vagus, hè? De Vagus Sylvatica. Zijn grote successen behaalde hij bij Feyenoord, maar hij begon bij PSV en na zijn profcarrière leek het trainerschap een volgende stap, toen hij bij de jeugd van PSV aan de slag ging. Maar dat beviel niet. Daar heb je dan nog toch niet echt zo goed over nagedacht. En op een gegeven moment denk je van ja joh, dan krijg je van in de omgeving te horen van ja, jij moet de tuin in man. Je zit altijd in de tuin, je bent altijd daarmee bezig, dit is je hobby en probeer daar je werk van te maken. Ja, die stap genomen. Terwijl het financieel niet per se nodig is, of wel? Nou nee, niet per se nodig, nee. Want je hebt aardig wat binnen kunnen harken en als je een beetje zuinig bent, dan kun je best wel uitzien. Dus je was vroeger aan het harken en nu ben je weer aan het harken? Ja, een beetje ploegen ook. Beetje velden omploegen en zo. Ik denk dat we hier gewoon lekker mee doorgaan. Ja.